Goedemiddag, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Een front ligt over ons land en dat is goed te zien op de satellietfoto. Die hele strook met bewolking dat hoort allemaal bij een koufront dat vandaag langzaam over ons land trekt. Dat koufront dat trekt richting het zuidoosten en uiteindelijk zal het pas morgen in de loop van de ochtend Limburg verlaten. Achter het koufront flink wat opklaringen en in die opklaringen koelt het vannacht af en kan er lokaal ook mist gaan ontstaan. Maar vanavond is het eerst nog bewolkt. Met name in de zuidelijke helft valt er nog wat regen of motregen. Maar in het noorden van het land gaat het in de tweede helft van het land opklaren. En de temperatuur halverwege de avond ligt dan rond een graad of 13. En daarbij waait dan de meest zwakke tot matige noordenwind. Vannacht in de noordelijke helft dus opklaringen. In die opklaringen kan het wel echt flink afkoelen. Temperaturen lokaal rond 3 graden. En op veel plaatsen ontstaat ook mist. Die mist die kan in de loop van de ochtend uiteindelijk gaan oplossen, maar zal morgenochtend in het verkeer toch mogelijk voor hinder kunnen zorgen. In het zuiden blijft het bewolkt en daar valt dan ook regen. En dan wordt het ook aanmerkelijk minder koud met een minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen dan trekt de regen en bewolking in het zuiden uiteindelijk overal weg. Daar breekt dan de zon door, het wordt dan droog. Maar in het noorden van het land daar gaan we juist stapelwolken zien en mogelijk in de middag ook een enkele bui. Op veel andere plaatsen is het vrij zonnig, maar overal komt de temperatuur uit op zo'n 18 of 19 graden. Vrijdag is min of meer een herhaling van zetten. In de ochtend opnieuw kans op mist na een behoorlijk frisse nacht. De temperatuur wordt wel iets hoger met 19 tot 21 graden, maar in het noorden van het land is opnieuw kans op een enkel buitje. Zaterdag vallen er wat meer buien, maar zijn er ook genoeg plaatsen waar het vrijwel de hele dag droog blijft. De temperatuur doet weer een klein stapje terug met 18 tot 20 graden, maar dat wordt zondag dan weer goed gemaakt. Dan 19 tot 23 graden en dan blijft het vrijwel overal droog. Op de langere termijn dan is de onzekerheid heel erg groot aan het worden. Maar begin volgende week kan met name als gevolg van de invloeden van orkaan Helene en een hoge drukgebied boven Centraal-Europa mogelijk hele warme lucht onze kant op komen. Er zijn zelfs berekeningen die ruim de 30 graden overgaan voor bepaalde regio's in ons land, maar zomerse warmte is op basis van de huidige verwachting echt niet uit te sluiten. Later in de termijn dan kruipt de temperatuur geleidelijk wat naar beneden en komt dan uit op iets boven normaal voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl